Allahu Akbar, Allah. En wij hopen dat we volgend jaar in gebruik kunnen nemen. Wij maken bouwen meer dan een moskee, dat kan ik jullie wel verzekeren. Kijk, voor sociaal, cultureel, maatschappelijke activiteiten, voor heel Almelo, kunnen we hier terecht. Die mensen kunnen altijd hier terecht, voor zowel moslims en niet-moslims. Heel Almelo kan hier terecht met meer multifunctionele zaal, andere plekken. Waar ze terecht kunnen, zoals bibliotheek, workshops, cafetaria, noem maar op. Gebedsplaats, bijna niks. Is gewoon zelfs ietsjes kleiner. Maar als je vraagt om sociaal functionerende functiezalen, is het meer en meer groot. Welke architect hebt u hiervoor in de hand genomen? We hebben toen de tijd in 2017 was het in het wedstrijd geopend. En die heeft meneer Yilbert uit Duitsland gewonnen. Dus we zijn met hem in de zee gegaan. Dus, waarom hebt u voor deze koepel gekozen? Ja, dat moet je architect vragen. Maar koepel is ook van Almelo, hè? Van meneer Buiting, dus Buiting Staalbouw. Dus moet... In 2014 zijn we begonnen. Met het, zeg maar, we zijn met de vraag gegaan, we willen een nieuwe moskee naar onze gemeente. En die heeft ons hier deze plek aangewezen. En zodoende zijn de procedures begonnen. Ik krijg heel veel vragen van hoe wordt dat gefinancierd, buitenlandse financiering of zo. Nee, we hebben een BIBOP ondergegaan. BIBOP. Dan wordt het door de staat gekeken en gecontroleerd door juristen. Van waar komt die geld vandaan, wat is de geldstroom. En daar zijn we goed doorgekomen. Dus we zijn gecontroleerd door de staat. Dus wat dat betreft hebben we niks te verbergen.